Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag 30 april, de verjaardag van mijn dochter Sanne. Daar zijn we goed begonnen. Laat even weten in de chat dat je er bent. Ik laat even iedereen binnenkomen. Ik zie de mensen. Ja, er komen allemaal mensen binnen, dus dat gaat de goede kant op. Laat even weten dat je er bent en dan openen we even rustig, op een hele rustige manier. Met natuurlijk, zoals we dat altijd doen, met de Song for the People, een klein stukje ervan. En ja, laat even weten dat je er bent. En goed met je gaan natuurlijk, hè. Dat is ook belangrijk. For the people, a message of hope. Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us. Hallo Ineke, hallo Michel, hallo Simon, hallo Paul, hallo Fritjo, hallo Diana. Er komt steeds meer mensen binnen, gaat de goede kant op. How did this turn so quickly? The waves shift behind your eyes. Now I see it clearly. Hold on, tomorrow will be bright. Hold on, it's the dawn of a new life. This is a song for the people, a message of hope. Look towards the sun. En hold on, zeggen we dan. Hè? Dus dat is een goede, altijd goede begin van de vrijdag. Dan weten we dat we er zijn. Is iedereen gelijk weer wakker. Hè? Goedemorgen. Vandaag gaan we het hebben over van prikkels naar focus en rust. Ik zag dat ik de e-mail niet had aangepast. Het zijn ook zoveel stapjes die je moet doen. Echt ongelooflijk elke keer. Maar wel heel leuk om te doen. En we houden me steady in. Ik heb besloten dat ik gewoon elke week blijf ik dit gewoon doen. Dat is hartstikke leuk. En we hebben alle kanalen hebben ook hierop gericht. Op de vrijdagochtend. Dat er steeds meer mensen in deze webinars gaan komen. Dus dat is hartstikke leuk. En ja, we gaan het vandaag dus hebben over van prikkels naar focus naar rust. En de reden dat we dat doen is dat je merkt dat, ik las gisteren, dat 66% van de mensen, die heeft stress en een soort van burn-out verschijnselen. Zo'n sluimerende dat mensen langzaam een beetje moeier worden. Je hebt het eigenlijk niet zo goed door. Want het gaat niet van de een op de andere dag. Maar dat komt natuurlijk omdat de maatregelen langer duren. En we hebben een langere adem nodig. En nou hebben we natuurlijk al een beetje versoepelingen. Maar het is nog niet helemaal zoals het oorspronkelijk was. Maar die noodklok die is er in ieder geval af. Dus dat is hartstikke fijn. En ik zag dat veel mensen dus prikkels binnenkrijgen. Ik denk, nou, laat ik daar eens een webinar over geven. Omdat je hebt gewoon drie typen mensen. Je hebt mensen die leven op prikkels. Als je te weinig prikkels krijgt, dan raken ze juist bored out. Je hebt ook mensen die moeten dat een beetje goed managen. En dan heb je mensen die echt overladen worden met prikkels. En iedereen heeft een eigen prikkelgrens. En dat beïnvloedt je vitaliteit. En daarmee dus ook je focus die je hebt om belangrijke dingen te fixen of niet. Nou is mijn filosofie met Slim heel simpel. Als jij weet wat jouw doel is en je weet wat je droom is. Je weet ook wat je belemmert. En vaak zit in die belemmering zit je oude levensscript van de perfectionist en de overmatige winnaar en de eeuwige helper en de mens die altijd doordenkt en piekert en zijn brein niet tot stilstand kan brengen. Maar ook de mens die zegt van ik ben niet oké, ik ben niet voldoende of ik ben niet compleet of iets in die trant. En je hebt 14 type mensen en die zitten in die imprinting, spelen die mee. Dus heel veel mensen die hebben... Als gevolg daarvan zijn ze bezig met leven op oude patronen. Dus eigenlijk het compenseren van iets van vroeger. En nu ben je volwassenen en doe je nog steeds datzelfde. Terwijl ja, sommige momenten is het heel slim om perfectionistisch te zijn. Andere momenten, 90% van de gevallen niet. En dat geldt ook voor winnen, geldt ook voor helpen, geldt ook voor oververantwoordelijk zijn. Eigenlijk alles met te is niet goed. Nou, en mijn filosofie is dan als je mensen weet, breng naar hun dromen. Je leert ze ook wat hun belemmeringen zijn. Je maakt er een duidelijk beeld van. En je laat ze dan elke dag consistent kleine stapjes zetten vanuit een nieuw script. Volgens een nieuwe route.
routine, dan ontstaan er dingen automatisch, want het brein wordt getraind in nieuw gedrag en dat helpt heel erg. Nou, en dat is natuurlijk wat ik met Slim doe. Elke morgen, elke dag maar weer zorgen dat mensen meer op dit patroon komen en van daaruit stappen zetten. Oké, ik ga even kijken naar jullie. Hoe prikkelgevoelig ben jij? Dat is het eerste polletje wat ik even lanceer. Vind je helemaal niet of redelijk? Oh, er stond ook nog bij helemaal overgevoelig. Ik zie dat die er niet bij staat. Als die erbij staat, als je merkt van ik ben overgevoelig, ik heb last van emoties als ik binnenkom, ergens voel ik de sfeer, harde geluiden, muziek, dat put me uit. Dan kan het ook nog zijn dat je helemaal prikkelgevoelig bent. En anders dan vul even gewoon in deze helemaal niet of redelijk prikkelgevoelig. En dan zie je dat, even kijken, op dit moment 100% van de mensen zegt redelijk prikkelgevoelig. En die andere, mocht dat zo zijn, zet dan even in de chat. Misschien is het helemaal, dat zou natuurlijk kunnen. Dan kunnen we daar ook mee werken. Even kijken, de tweede is, heb jij een leefplan? Heb jij een plan hoe jij jouw leven organiseert? Bewust bedoel ik dan, hè? Niet zomaar globaal in je hoofd. Dat hebben we natuurlijk ook als keuzeoptie erin staan. Maar waar we natuurlijk met Slim op enten, is dat we mensen een plan laten designen. Want als je het opschrijft, wordt het vaak werkelijkheid. Als je het niet opschrijft, dan zit het in je hoofd. En dan is het meer van wat overkomt mij en wat is de dag. En dan ga je daarmee verder. Dan zie je dat 66% dat niet heeft en 40% heeft dat wel. Oké, dan heb jij een loopbaanplan of een werkplan? Heb jij een beeld waar jij met je toekomst naartoe wil gaan? Dus 60% had geen leefplan, 40% in hun hoofd. En dan zie je dat op dit moment 100% heeft een werkplan in zijn hoofd zitten. Heb je een werkplan? De ja is 0%. En dat vrij conform het beeld. Want namelijk in Nederland, en vraag maar eens naar mensen aan je omgeving, heb jij een loopbaanplan? Nou, ik ga je voorspellen, maar 5% van de mensen heeft dat. 95% heeft dat niet. Dus dat zijn dingen waar mensen niet over nadenken. Als je ze vraagt, heb je een leefplan van hoe je je leven indeelt en design volgens de juiste routines? Dan wel soort van in hun hoofd, maar niet gedesigned en ook niet gerelateerd vaak aan de agenda. Terwijl dat reguleert wel hoe mensen functioneren. Nou is dat belangrijk, want als je veel prikkels binnenkrijgt, dan is het helemaal persoonlijk overigens hoe je prikkels ervaart. Er zijn mensen met een hoge drempel, die hebben juist meer prikkels nodig om te voelen dat ze leven. Dus die zoeken de sensatie, de variatie, de continue verandering, de innovatie, die zoeken dat expres op. En die hebben dat ook nodig. En in coronatijd hebben die best wel moeilijk gehad, want er waren minder prikkels, weet je wel. Dus je moest meer terug naar jezelf. Je kon niet naar een café of naar een restaurant of gaan sporten, ja, wel lopen, fietsen. Maar niet naar de sportschool, zeg maar. Want die waren gesloten. De lage drempel, dan hebben mensen juist meer zintuigelijke impressies die ze binnenkrijgen. Daar zijn ze veel gevoeliger voor. Dus je komt ergens binnen en dan bereikt ook veel meer irrelevante informatie ook het brein. Dus er zijn mensen die binnenkomen ergens, die voelen de sfeer, die zien hoeveel mensen er staan. Het valt op wat mensen aan het doen zijn. Die praat met mensen, die doen al die impressies op. Mijn zus is daar een voorbeeld van, die zag ik gisteren bij de verjaardag van mijn moeder. En die vertelde nog dat ze een hele leuke sessie had gehad in de middag, maar daar was ze toch wel erg moe van. Dus die moet die zintuiglijke impressies verwerken. En wat die mensen meestal dan doen, is zich terugtrekken of de natuur in of dat soort dingen. Omdat veel mensen algemeen nu over of onderprikkeld zijn. Dat zijn eigenlijk een beetje de tendensen in de maatschappij. En de laatste, die met een lage drempel, die krijgen dus veel te veel impressies binnen en kunnen dat niet goed kanaliseren. Dat verlaagt overigens ook de focus. En mensen die een hoge prikkelgrens hebben, die krijgen te weinig binnen en die raken onderprikkeld. En beide vormen eigenlijk dan een probleem. Dus het is hier draait heel erg om balans. Dus rust en focus, dat zijn dingen die bij vrijwel iedereen zouden helpen en bij iedereen ook het probleem zouden oplossen. Dat heeft
enerzijds te maken met slim leven. Het heeft ook te maken met je vitaliteit. Het heeft te maken met meer bewustzijn wat je doet. Dus als je tempo vertraagt en je gaat meer in een rustigere flow, dan wordt de kwaliteit van je beslissingen die wordt beter. En uiteindelijk bepalen beslissingen de toekomst die je genereert. Dus zo werkt dat. En dat is een beetje de boodschap waar we uiteindelijk, iedereen komt op dat punt uit bij slim, dat ze merken van ik heb overzicht, ik heb rust, ik snap hoe dingen in elkaar zitten. Ze hebben grip door niet meer de grip vast te houden, maar het gewoon te designen en daar flexibel mee te kunnen laveren. En Einstein zei het al, hè, de meest flexibele mensen die overleven, of de diersoorten die het meest flexibel zijn, die overleven niet de sterke en niet de puur slimme, maar gewoon de meest flexibele in mind. En die zijn adaptable. Oké, ik laat even een kort filmpje zien. Die gaat over prikkels. Er zit een hele mooie boodschap in. Moet je maar eens kijken. Want die geeft namelijk aan wat wij met z'n allen doen en hoe dat anders kan. Ik heb twee hele grappige filmpjes weer gevonden. Het is altijd leuk om te zoeken naar filmpjes die leuk zijn. Deze duurt overigens een beetje lang, 4 minuten, maar ik laat hem gewoon even draaien, want hij is echt wel goed. All of them every day, yet none of them really know me. Zo, daar gaan we. The problem I have. Restart. I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between, looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realized that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share. But is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't the problem. Let me just emphasize, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another, learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree but still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you'll sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest. And the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold, and the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand
sit down beside her bed. You tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I'm guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat, where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype. Give people your love, don't give them your like. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way. Dat bedoel ik. Mooi hè? Wat vind je ervan? Zet eens even in de chat. Ik zie al binnenkomen. Michel die zegt, Audi schraak, mooie spiegel, dank. Prachtig, Ineke. Ja, gaaf hè? Kijk, het is heel simpel. Dit is natuurlijk, wij leven in een overprikkelde maatschappij, weet je wel. Dat is gewoon één ding wat zeker is. Het is wel een goed ding aan corona, is dat we, het aantal prikkels zijn natuurlijk gereduceerd. Dus dat heeft geholpen. Maar nog steeds zijn heel veel mensen aan het Netflixen, aan het netbingen. Veel mensen zitten in een telefoon, in een tablet, achter de computer de hele tijd. Ik heb ook van die dagen dat ik merk van, dan moet er dingen af en dan zit je de hele dag achter de computer. En ik merk dat ik zulke dagen vind ik veel minder leuk dan de dagen waarin je echt mensen ontmoet en spreekt en waarbij je ervaringen uitwisselt en dat soort dingen. Dus dit is precies hoe het is. En het zorgt ervoor dat op het moment dat je daar bewustzijn hebt, dat je in het moment gaat en bewust mensen ontmoet en bewust dat contact aangaat en bewust jezelf neerzet en bewust je leven designt en het op die manier leeft en geniet van die dingen die er zijn, dan zul je merken dat je meer present wordt, dat het aantal prikkels die negatief zijn of energy draining, dat die naar beneden gaan en dat eigenlijk je veel meer in het leven komt te staan. Oké, waar hebben de meeste mensen last van? Daar zie je in deze maatschappij, ik heb eens gisteren op internet zitten zoeken van nou, wat zegt deze tijd nou erover? En mensen, ook omdat het lang duurt, maar heel veel mensen die missen koers, die hebben geen duidelijke richting van waar ze op afgaan met hun werk of met hun leven. Mensen hebben moeite met afsluiten, dus om zich van de prikkels af te sluiten. Men laat alles maar continu binnenkomen. En die aandachtspannen die wordt steeds korter. Dat zie ik ook bij mijn dochter. Hè. Die zit dan in Snapchat en dan spreekt ze iets in de telefoon. En dan spreekt de ander iets in en dan spreekt zij weer iets in. Die zijn berichtjes in spraak naar elkaar aan het sturen. Maar ze is continu met die telefoon bezig. En dan zit ze weer op Instagram. En dan is ze weer aan het surfen. En dan zit ze weer op YouTube. En it's not the real world, weet je wel. Dus dat is ook wel een van de dingen. Dat zodra het weer open kan en live kan, dan gaan we dit soort dingen ook echt weer live doen. Omdat het nog makkelijker, nog beter, nog mooier is om mensen het in real life te leren. De normale afleiding die is nu weg. Er is nu, dat is eigenlijk wel gaaf. Hè? De restaurants en de bioscopen en theaters zijn dicht. Die zijn nou deze week wel weer geopend, zo zachtjes aan, zeg maar. Maar het voordeel ervan, er was alleen jij, weet je wel. En dat kon voor sommige mensen veel te confronterend zijn. En voor andere mensen is het juist heel nice. Maar dat is wel ook graag een ding wat heel veel mensen in deze tijd hebben gemist. Want we moesten op hun eigen, werden ze teruggeworpen. En ze moesten met hun eigen gezin. En als je gezin heel fijn was, en je huis is heel fijn, en je werkplek is heel fijn, et cetera. En je hebt nog steeds die verbinding met je collega's en niet zoveel aan de hand. Maar als de verbinding mist, of je bent eenzaam, of omgekeerd, je hebt een jong gezin en je bent aan het werk en een jong gezin is tussen je en je kan dat niet managen. Sommige mensen vinden het heerlijk om thuis te werken als hun kinderen zijn. Andere mensen vinden het verschrikkelijk, omdat ze gewoon te weinig ruimte hebben of omdat hun werkplek daar niet op ingelicht is. En dan krijg je een energy drain. Dus voor veel mensen is het te veel en te snel. De angst en stress is naar 66% opgelopen. Er zijn ook veel gevallen van ongemakkelijke thuissituaties. Mensen die niet lekker gaan in een relatie of mensen die
niet lekker gaan in hun werk, waar dus wat meer conflicten zijn, waar je zit wat meer bovenop elkaars lip. En eigenlijk moeten al die mensen, hadden eigenlijk aan het begin al moeten kijken van hoe design ik nou mijn structuur, hoe gaan we het nu anders doen? En dat kan ongemakkelijke thuissituatie opleveren, maar op het moment dat je de structuur hervindt en je designt hem goed en je kijkt wat werkt en wat niet en je praat er met elkaar over, dat is heel belangrijk, dan wordt het minder. Maar ja, en dat helpt. Wat we ook zien is dat veel mensen in een bubbel zitten. Ik merk dat zelf ook bij mijn bedrijf, dat mensen wat moeilijker bereikbaar zijn. Ze zitten al zoveel online, dus, maar je merkt dat ze wat minder present zijn. Dus als het onderzoek gebleven dat mensen 16-17% meer naar binnen keren. En er is natuurlijk sociale of emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid is dat ze weinig mensen zien. Emotionele eenzaamheid kan zijn dat er wel mensen om hen heen zitten, maar dat ze zichzelf eenzaam voelen. En de laatste was dat de bewuste attentie en focus van mensen is afgenomen. Het is nou nog maar 3 seconden op internet. En mensen kijken naar iets en na 3 seconden, dan moet het al relevant zijn. Het zit niet alleen op internet, het zit ook in de aandachtspannen van mensen. Het zit ook in de muziek. Ik las, zoals jullie weten, ik maak muziek. En Spotify heeft zijn algoritmes op 30 seconden afgericht. Nou, en als mensen een nummer aanzetten en ze swipen door die nummers heen en ze zitten er 30 seconden op, dan heb je een stream te pakken. Nou, dus wat doen heel veel componisten? Die maken nu de songs korter. Die zien daar zijn van 3,5 minuut nu naar 2 minuut 50 tot 3 minuten gaan. Dus het wordt allemaal sneller, korter. Het moet gelijk in het refrein zitten, weet je wel. Nou, ik vind het eigenlijk heel erg zonde, omdat daarmee gaat de kunst van muziek gaat verloren en ook het geduld van mensen wordt minder. En dat merk je ook wel een beetje. Mijn zus die vertelde gisteren dat ze een yogales had en dat was dan buiten op een sportschool op een padelbaan. En die hadden dan van 7 tot 8 hadden ze yoga en om 8 uur zou dan weer gepadeld kunnen worden. En het was 8:02 en er kwam er een man aanlopen zo en die deed je zo. Nou, als gevolg daarvan deed die yogaleraar zei, weet je, dus het lontje van mensen wordt ook een beetje korter en dat kan echt anders. Oké, stel nou voor dat je je veerkracht wil verhogen en je wil zorgen dat je meer present in het nu komt. Dan zijn dit manieren hoe je dat kan doen. Je kan sociale steun kun je zoeken. Je kan andere mensen helpen. Je kan jezelf even afzonderen. En je kan de natuur ingaan. Er zijn 4 van de dingen die werken. Dus sociale steun helpt. Als je met mensen praat over dingen, dan heb je een soort ventilatiekanaal. Daar gaat alle stress mee naar beneden. Eenzaamheid verdwijnt erdoor. Mensen krijgen een positief pepje, want ze hebben een echt gesprek met iemand, met werkelijk interesse. Dus dat werkt. Andere mensen helpen, dat helpt ook. Dus als je geeft aan iemand anders, geeft je een goed gevoel over jezelf. Maar het geeft ook een gevoel aan de ander. En je bent in verbinding met de anderen. Dat werkt heel erg. En daarnaast helpt het ook om jezelf af en toe even af te zonderen. Bijvoorbeeld even 1 uur lang per dag gewoon de telefoon uit, de mail uit, alle vinkjes uit. Leg je telefoon op zijn kop en ga de natuur in, wandelen eventjes. Bij veel mensen die met veerkracht bezig zijn, slaat 1 van deze 3 door. Dus als jij je veerkracht verhoogt of je moet even laden van prikkels, zet dan eens in de chat welke van die 3 heb je het meest. Dus sociale steun zoeken of andere mensen helpen of jezelf even afzonderen de natuur in gaan. Welke is bij jou het meest? Zet dat eens in de chat. Welk is dat bij jou? En bij mij is het, even kijken, bij mij is sociale steun. Praat met mensen als ik minder voel of ik heb een andere, iets waar ik over nadenk of ik heb een beetje stress of dat soort dingen. Dan werkt het bij mij heel erg gewoon met mensen praten, even gesprekjes met vrienden, dat soort dingen. Met mijn vrouw even praten, dan dat helpt. Even kijken, Ineke zegt afzonderen natuur, Ingrid zegt andere hen mensen helpen, Ines zegt sociale steun, Fritjof, Paul, Diane zet even in de chat welke is bij jou, Michel. Het was andere mensen, maar ben me nu meer aan het afzonderen, mezelf aan het helpen. Oké, en dat is ook heel goed. Hè? Dus als je maar weet dat dingetjes kunnen zijn die je kunnen helpen. En die je een stukje op de goede rit kunnen zetten. En dat is heel erg belangrijk. Ik word gebeld, maar die gaan we even uitzetten. Zo.
Maar dus dat helpt heel erg. Dus door één ding tegelijkertijd te doen, zoals bijvoorbeeld de telefoon uitzetten als je een webinar hebt, dat helpt heel erg. Ik was het vergeten. Maar sociale steun, Fritjof, inderdaad, dat werkt heel erg goed. Dat kan je goed, heel, heel goed helpen om vooruit te bewegen. Alright. De meeste mensen die hebben overigens hier geen plan voor. Hè? En dat zeg ik altijd, maar ik herhaal het nog eens een keer. Dus het leven overkomt hun. Nou, dat wil zeggen, wat doen ze dan? Dan krijgen ze prikkels. Ze zijn meer impulsgedreven. De omgeving beïnvloedt eigenlijk hun agenda. Ze gaan dingen vermijden, uitstellen. Sommige mensen doen dan self-handicapping. Hè. Dat hadden we vorige week gezien, dat bij faalangst. Veel mensen hebben daaronder zit niet de angst om te falen, maar de angst voor schaamte, zeg maar. Om niet te voldoen aan de omgeving, om niet te laten zien hoe goed je bent of welke fouten je maakt of dat soort dingen. En heel veel mensen die saboteren zichzelf. En dan heb je nog een vijfde variant, is dus dat mensen heel hard gaan rennen. Dus gewoon continu bezig, continu druk zijn, et cetera. En mijn overtuiging, wat ik inmiddels heb geleerd in 21 jaar training, is als jij weet wie jij bent en wat je natuurlijke voorkeuren en talenten zijn, en je gaat terug naar jouw kern, en er zitten gewoon een aantal voorkeuren in. Je hebt een aantal interesses die je hebt. Bijvoorbeeld bij mij, ik heb heel erg interesse in ondernemen. Ik heb interesse in de mens, sociaal. Ik heb interesse in creatief bezig zijn. Die drie dingen. En als ik dan naar mijn waarden kijk, dan hou ik van verbinding, ik hou van plezier en ik hou van resultaat halen. En dan op een persoonlijk inspirerende manier. Dat zijn mijn waarden. Dus die dingen, die passen best wel goed bij elkaar. Daarom is ook de reden waarom ik dit doe, zeg maar. En mijn persoonlijkheid is in MBTI, ik ben extravert, dus ik haal energie uit contact met mensen. Ik werk ook graag met mensen samen, dus dat ligt ook aligned. Ik ben meer intuïtief, dus ik ben een strategische denker en ik kan tussen de regels door het grote plaatje zien. Ik neem voor meeste gevallen neem gevoelsmatig beslissingen. Dat kan ook leiden dat ik af en toe een beetje twijfel van wat is de goede beslissing, maar omdat ik wat rust in plan. Dat gaat heel goed. En ik ben structurerend. En dat is mijn persoonlijkheid. Nou, en die drie dingen, die passen eigenlijk best wel goed bij elkaar. Ik heb ook een tijdje gehad dat ik heel erg resultaatgericht was. Tot mijn 37ste, maar daar liep ik rond mijn 42ste echt op vast. Daar werkte gewoon niet meer. Dat was een oud script van mijn vader. En daar merkte ik ook dat resultaatgerichte, dat had ook niet echt mijn interesse. Want ja, ik was gewoon eigenlijk van nature veel meer gericht op mensen creatief bezig zijn en gewoon ondernemen. En het resultaat, ja, daar krijg je als je die dingen goed combineert, krijg je resultaat. Maar als je te veel gaat drukken op resultaat, dan wordt het een prestatie. En als je dan ook nog als waarde perfectionisme hebt, ja, dan wordt het al een beetje knellend. En dat past dan niet bij mijn persoonlijkheid. Dus ja, ik liep op een gegeven moment liep ik daarop vast. Dus ik heb geleerd dat het herkennen, zelfinzicht hebben wie je bent en wat je wil. En een duidelijke koers hebben waar je voor gaat. Plus dat je dat designt met goede routines die dat elke dag consistent tot leven wekken. Dus elke dag ben ik bezig met mijn missie. Elke dag ben ik bezig met slim. Ik ben elke dag bezig met muziek. Ik ben elke dag bezig met verbinding maken met mensen. En daar word ik heel blij van. En doordat ik daar de goede combinatie in vind, dan heb ik eigenlijk nog maar één ding nodig. Dat noem ik live fit. Dus ik laat mensen altijd dit plaatje zien. Ik zal het nog even één keer laten zien. Dat jullie het helder hebben. Dus bij mij is mijn leven en wat ik mensen leren rondom dit plaatje gebouwd. Dus je hebt altijd een duidelijke richtlijn, een levensdoel. Dus je waarom. Dan heb je je passie, bezieling en je talent. Dus ik probeer zoveel mogelijk de dingen te doen waar ik bevlogen over ben en waar ik talent voor heb. Omdat ik weet als ik die aan elkaar koppel en ik heb een duidelijk plan, levensdoel en ik ga dat doen in de juiste discipline, dan ontstaat de goede format van leven. Dan neem ik eigenlijk beslissingen die goed voelen voor mij, goed zijn voor de ander en voor het grotere geheel. En daar heb ik nou eigenlijk nog maar één ding nodig. Dat is het midden van het plaatje. Dat is dat ik live fit ben. En dat live fit haal je uit levensenergie, bezieling, positieve mensen om je heen, positief denken en handelen, rustherstel, de juiste mate van beweging, ademhaling, voeding. Nou, en ik ben natuurlijk mens. Dat gaat natuurlijk niet altijd 100% perfect. Dat hoeft ook niet. Een mens mag falen en fouten maken. Dat hoort bij het leven. En probeer dat ook vooral te doen. Omdat dat stimuleert namelijk je ontwikkeling. Dus dat gaat heel goed, maar laat je niet te veel leiden door alleen maar omgevingsdingen die er zijn, door je telefoon, door wat andere mensen zeggen. Dus maak wel een duidelijke lijn voor jezelf
Wek hem elke dag consistent tot leven. Wees daar trouw aan. Herken ook je negatieve script. Hè? Bijvoorbeeld als je perfectionist bent of altijd andere mensen helpt en jezelf altijd achterop stelt. Herken dat patroon en doorbreek het door die routine te veranderen. En door dat consistent elke dag een beetje te doen, daardoor verandert je leven. En dat is super nice. Dus hartstikke gaaf om te doen. En ja, ik zie, oh, Johan sluit ook nog aan. Hallo Johan, goedemorgen, fijn dat je er bent. We zijn bezig met het webinar van prikkels naar focus en rust. Ik had net een heel mooi filmpje erover laten zien. En de boodschap is dus, laat je niet door je omgeving leiden. Niet impulsgedreven, niet door je omgeving alleen maar beïnvloeden. Vermijd self-handicapped en vermijd en uitstellen van dingen. Vermijd dat zoveel mogelijk aan het rennen. Maar ga terug in rust. Maak een plan, een duidelijke koers. Krijg ook inzicht in wie jij bent in de kern. En design echt je nieuwe routine van leven vanuit dat punt. Oké, nou een aantal praktische tips. Wij helpt. En ik heb een aantal dingen opgeschreven. Maar we gaan daar ook even een Mentimeter lanceren. Die zal ik zo even in beeld brengen. Wat helpt? 1. Ga op telefoon en nieuwsdieet. Die nieuwsdieet heb ik gisteren nog achtergeplakt. Ik denk, oh, dat is ook wel een goeie. Dus probeer niet continu in die telefoon of in je tablet of computer te zitten. Weet je wel? Spreek met jezelf gewoon een blok af waar je het wel doet en blokken waar je het absoluut niet doet. Doe hetzelfde met nieuws. Ik kijk echt maar, ik denk misschien 1 keer per week echt dedicated het nieuws. En misschien 1 keer in de morgen dat ik heel snel even kijk, wat is er iets veranderd? En meestal is het een minuutje en dan heb ik het wel weer gezien, want al het nieuws is hetzelfde. En nieuws is vaak, wordt vanuit bronnen weergegeven. Het is vaak negatief, dus het beïnvloedt ook je gemoedstoestand. En weet je wel, haal het meer uit jezelf. En als je het nieuws wil lezen, lees dan bijvoorbeeld de Correspondent. Dat is veel beter, dan krijg je het nieuws ook, maar op een veel positievere manier met veel meer handvatten. Dus dat werkt. 2. Verminder geurprikkels. Want 75% van je emoties wordt bepaald door geur. Dus als jij zorgt ervoor dat je zo weinig mogelijk geur op je lichaam spuit, is echt waar. Het kan heel lekker rijk om een lekker geurtje op te doen, maar als het gaat overheersen, komt het ook in je systeem te zitten. Dus dan kan je zelfs een allergie ervoor ontwikkelen. Dus vermijd een beetje geurprikkels. En als je geur hebt, pak dan geur die past bij het moment. Ik heb er wel eens training op vorm gegeven. Dat we van kamer naar kamer naar kamer gingen. En dat we bijvoorbeeld een witte kamer gaan. We gaan met hele rustige muziek. Met hele rustige lavendelgeur. Om mensen in meer lateraal denken. En in rust te brengen. En in meditatiemodus. En dan gingen we naar een volgende punt toe. Dan gingen we brainstormen. En dat was een drukkere kamer. Met wat meer actieve house-achtige muziek. En dan gingen we naar een andere praktische kamer. Met praktische bankjes. En een beetje piano gerelateerd. Focusmuziek om plannen te maken. En zo gingen we van kamer naar kamer naar kamer. Met geur, muziek, et cetera. Helemaal in optima forma. Met werkvormen erbij. En dat werkt wel heel goed. Maar de tip hier is, vermijd geurprikkels. Want 75% van je emotie daarop gerelateerd. En als je geur doet, maak dan geur waar jij op aanschakelt. Ik hou heel erg van citroengeur bijvoorbeeld. Natuurlijk, daarom drink ik ook 2 glazen water met citroen. Elke morgen heet water. En geef je pep en energie, maar ik hou ook van die geur en zit ook, daar krijg ik een goed gevoel bij. Oké, 3. Wat wel nog meer? Wandelen, zoek de natuur op en bijvoorbeeld je kan meditatief wandelen door de natuur, door rustig te wandelen in tempo van je ademhaling, dat is 60 beats per minute. Ze hebben daar ook appjes voor, maar dan moet je weer in je telefoon kijken, dus doe dat maar niet. Loop maar gewoon rustig, leg je hand eens op de buik en adem eens rustig 4 seconden in, hou hem 2 seconden vast en 4 seconden uit en doe dat eens even 20, 30 seconden. En door dat te doen kom je in rust en als je in dat tempo gewoon rustig gaat lopen, waarbij je gaat waarnemen welke structuren je ziet, welke kleuren, welke geuren je ruikt, welke geluiden je hoort, dan word je present in het moment en je aandacht wordt beter, maar het geeft ook een pep aan je vitaliteit. Oké, focus minimaal 3 keer per dag bewust.
Dus doe echt minimaal 3 keer per dag die je even. Ik zeg altijd: plan 3 keer 10 minuten rust. Waarin je bewust gaat nadenken wat je gaat doen, hoe je voelt. Wie je nog mogelijk even gaat bellen, omdat je er een goed gevoel bij krijgt. En zorg ervoor dat je dat minimaal 3 keer per dag doet, omdat je dan bewustzijn krijgt over hoe je gaat in je dag. Maar het ook kan bijsturen. Dus dat helpt heel goed. Vertraag je tempo natuurlijk regelmatig. Dus wat heel goed werkt, is 25 minuutjes werken en dan 5 minuten even rusten. 25 minuutjes werken, 5 minuten rusten. En terwijl je dat doet, ga je van je werkplek af. Ga je even lopen, ga je iets anders doen. Praat je even met je vrouw. Kijk je even naar het mooie grijze weer buiten. Dat soort dingen. En door dat te doen, kom je in een betere flow. En vertragen van tempo zorgt uiteindelijk voor meer bewustzijn in het nu. En zorgt voor het nemen van betere beslissingen. Dus vandaar dat we dat doen. Werk ook vanuit een missie en een plan. En dat is een moeilijk ding. De challenge groep die met mij aan het samenwerken is, die heb ik in de eerste instantie laten opschonen hun verhaal uit hun verleden. Dus ze moesten een verhaal schrijven, gewoon van hun verleden, waar kernpunten waren, mijlpalen in hun leven, die hun leven op een bepaalde manier beïnvloed hebben, positief, het zijn negatief, en wat ze eruit mee hebben gekregen. En daar hebben ze weggeschreven. En daar zaten patronen in. Positieve patronen, maar ook negatieve oude script van je ouders, zoals doe je best, play less, work hard. Als het moeilijk wordt, schep je er bovenop. Niet zeuren, maar doorgaan. Nou, dat soort credo's. Wel binnen de lijntjes. Neem geen risico's. Wees perfectionistisch. Dus daar kwamen dat soort dingetjes uit. Maar er zaten ook positieve verhaaltjes tussen die geënt waren op waar ze eigenlijk zelf qua natuurlijke voorkeur blij van worden. En de kunst is die verhaaltjes eruit halen, de positieve en de negatieve herkennen. En op basis daarvan liet ik ze hun script bekijken, een klein deeltje, want we gaan vandaag in deel 3 gaan we daarmee verder. En liet ik ze dat script een stukje herschrijven, hè, wat wordt je nieuwe script? En op basis daarvan liet ik ze een moodboard maken van hun droom. En op basis daarvan liet ik ze een missie schrijven. En die missie die is gerelateerd aan je waarde. Missie is eigenlijk je diepe drijfveer waarom je dingen doet. En waar je blij van wordt en waar je talent van aanschakelt. Waar je 100% jezelf van zegt van ja, dit ben ik in relatie tot de wereld om me heen. En dat is één zin. Bij mij staat bijvoorbeeld 100.000 mensen geïnspireerd op een nummer 1 talent vitaal aan het werk krijgen. En alles wat ik aan het doe daarmee, daar heeft daarmee te maken. Mijn waarde probeer ik daarmee in lijn te zetten. Mijn bedrijf probeer ik daarmee vorm te geven. Maar acties zijn erop gericht. Wat ga ik meer, minder niet doen als ik weet dat dat mijn missie is? En door vanuit de missie een plan te werken, krijg je veel meer houvast en rust. En wordt ook de dingen die je niet moet doen, wordt duidelijker. Maar ook de dingen die je wel moet doen, wordt ook duidelijker. Nou, en om even aan te geven, maar 18% van de organisaties hebben überhaupt een missie, visie die elke dag leeft. En een veel kleiner deel van de mensen, ik denk maar 3% van de mensen, heeft een duidelijke missie waarmee ze hun leven vormgeven. En ik heb hem al heel vaak gedeeld met mensen, waarin ik zeg van nou, als je dat wil, dan moet je gewoon je leven vormgeven vanuit een centrale missie. En die missie die kan vormgegeven worden in een, ja, ik noem dat een soort dream day planner. Dat is zo doe ik het. Maar ik schrijf elke dag op, wat is mijn missie, wat zijn mijn waarden, wie zijn vandaag belangrijk om te bellen. Welke dingen vind ik positief om vandaag te doen? Welke vriend ga ik vandaag eens opzoeken? Nou, en op basis daarvan deel ik mijn agenda in. En daaromheen plan ik de belangrijke niet-urgente dingen. En daaromheen plan ik de rest van mijn agenda. En door dat elke morgen dedicated in te vullen, weet ik, dit is mijn plan voor vandaag. Dit moet ik vandaag gaan realiseren. Dus ik heb 3 dingen waar ik me vandaag op richt. Dat is enerzijds de webinars, deze plus de volgende van een uur. Met mijn challenge groep om jullie te activeren. Het tweede is dat ik de marketing voor mijn bedrijf een stukje punten gemaakt heb. Ik een uur voor gereserveerd. Daar automatiseer ik. Dat bespaart me in de toekomst heel veel tijd. En het derde is dat ik vanmiddag met een groep klanten nog even een brainstorm heb. En dan ga ik lekker naar de verjaardag van mijn dochter toe. Dus dat is een beetje mijn dag. Maar doordat ik het weet, weet ik ook dat ik consistent elke dag een beetje verder kom. Oké, vermijd ook eens digitale dingen. Dus probeer eens niet in de televisie te gaan. Pak in plaats daarvan een boek of voer eens een goed gesprek. Ga niet lopen Netflixen, ga even wandelen. Of net zoals ik gisteren, tennissen met mijn dochters.
Maak eens muziek samen. Doe eens gewoon lekker samen mijmeren terwijl je een kopje koffie drinkt. Zonder digitale dingen in de buurt. En het laatste is, wat helpt ook, doe waar je talent en verbinding mee aanschakelt. Oké, nou ga ik eens even een Mentimeter voor jullie openen. Ik zal even de link even pakken. En dan mag je even de twee dingen die daar staan, die mag je even invullen. Ik zet hem even in de chat neer, jongens. Even kijken, waar ben ik? Ik ben hem even kwijt. Oh, hier. Ja, ik zet hem even in de chat neer. En dan mag je even naar de Mentimeter gaan. En ik zal hem ook even in beeld brengen. Stop sharing. Even kijken, dan moet ik het beeld delen. Share your screen. Even kijken of ik hem ergens zie. Even kijken. De slim schakel, Chrome, tabblad. Ja, hier zie ik de Mentimeter delen. Ja, en je kan met je telefoon of met je computer, kun je naar www.menti.com gaan. En daar kun je de code gebruiken 39820007. En je mag aan de eerste mag je even een wordcloud invullen. Wat werkt tegen en geef je juist te veel prikkels en te weinig focus? En de tweede is, wat maakt jou positief? En dan mag je een soort wordle invullen. En ik zou zeggen, vul hem eens in. Dat zal ik ook even op mijn telefoon doen. Dat is wel leuk. Dat doe ik even met jullie mee. Daarvoor moeten we wel in de telefoon. Hè? Dat zie je al. Even kijken. En even kijken. Dan ga ik even naar. Even kijken. En dan moet ik naar menti.com. Ja, en daar komen al de eerste antwoorden binnen. menti.com. En wat werkt tegen en geeft juist te veel prikkels? En je kunt de code invoeren 39820007, submit. En dan komen we eerst, wat werkt tegen en geeft juist te veel prikkels en te weinig focus? Te veel prikkels is te veel digitaal. Even kijken. Even kijken wat nog meer is. Zomaar iets doen. Energie slurpende dingen. Dus wat werkt tegen en geeft je juist te veel prikkels en te weinig focus? En dan zie je, even kijken, ik zal hem, ik zie hier staan. 'Negativiteit, te weinig rust, alledaagse dingen, tijdsdruk, telkens gebeld worden, te veel online meetings, de aansluitende Zoom meetings. Dus aansluitend, dat is al fout, hè? Dus er moet 20% tussen zitten. Pauzes, geen energie slurpende dingen, te veel digitaal, zomaar iets doen, te lange to-do-lijst, smartphone, negatieve omgeving, deadline, nieuws. Oké, de tweede is, wat maakt jou positief? Even kijken, zien jullie die ook? Wat maakt jou positief? Even kijken of jullie deze ook zien. Even kijken. Moet ik die afsluiten? Even kijken. Kijk, dus deze die hebben we gehad. En tweede is, wat maakt jou positief? Vul dat eens in. Wat maakt jou positief? Goede gesprekken. Dus wat maakt jou positief? Dus vul hem eens in de Mentimeter. Wat maakt jou positief?
Zonneschijn, gezelligheid, behaal doel zie ik staan. Wandelen, mediteren, lekkere muziek. Goede gesprekken met leuke mensen. Koffie drinken en met elkaar bijpraten. Ja, je ziet het al, hè? Dus wat geeft energie? Dit zijn geen, dit, er staat nergens Netflix er nog tussen. Of lang op mijn telefoon kijken. Of veel Zoom-meetings doen. Nee, dus wat maakt je positief? Hè? De wereld om me heen bijvoorbeeld. Ik zie hier staan echte gesprekken met leuke mensen. Zonneschijn, gezelligheid, behaal doel. Wandelen, mediteren, koffie drinken, met elkaar bijpraten. Zon, mooi weer, samenwerken met goede collega's, bijpraten, hondje, paarden, de natuur. En dit is precies wat, dit zijn precies de dingen, zeg maar, die inderdaad mensen hartstikke positief maken. En je ziet al, dat is weinig prikkelgevoelig, is dat. Dus super nice. Oké, helemaal goed. Dat is heel erg leuk. We hebben vandaag een ochtend waar steeds meer mensen aanschrijven. Hallo Joël, hallo Julien, fijn dat jullie ook nog aan konden schrijven. Hartstikke leuk. We zijn bezig met, ik zal jullie een klein beetje bijpraten, anders hebben jullie een deel gemist. Ik zal de presentatie een kleine rewind doen, want dan hebben jullie hem compleet. We hebben geconcludeerd, eerst hebben we een poll gedaan om te kijken hoe prikkelgevoelig ben je. De prikkelgrens, die is bij iedereen afhankelijk van wie je bent. Er zijn mensen met een hele hoge prikkelgrens. Die hebben heel veel sterke prikkels nodig om zich goed te voelen. Dus veel variatie, veel innovatie, et cetera. Er zijn ook mensen met een lage prikkelgrens die te veel juist zintuiglijke impressies binnenkrijgen. En daarna moeten opladen omdat ze heel veel irrelevante informatie binnenkrijgen. En nou, het kenmerk voor het algemeen is dat heel veel mensen nu over of juist onderprikkeld zijn. En dat rust en focus vrijwel altijd de oplossing is voor problemen. Ik heb daar vervolgens een filmpje over laten zien van iemand die had een heel indrukwekkend filmpje over dat de mensen te weinig in contact zijn omdat ze heel de tijd in hun telefoon kijken. En daar leerden mensen ook uit dat het belangrijk is om om je sociale steun te zoeken in verbinding te zijn met andere mensen. Waar mensen nu veel last van hebben is geen koers, moeite met afsluiten. De normale afleiding is nu weg. Er is alleen maar jij. Dus sommige mensen worden teruggeworpen op zichzelf en vinden dat moeilijk. Er is te veel informatie. Het gaat te snel. De aandachtspanning is nog maar 3 seconden op internet. Nou, dat is gewoon ongelooflijk. De muziek is teruggelopen van 3,5 minuut naar 2 minuten 50, 3 minuten qua lengte. Omdat gewoon mensen te snel doorswipen. Doen ze trouwens op Tinder ook. Angst en stress is toegenomen met 66%. Er zijn veel ongemakkelijke thuissituaties. Enerzijds doordat mensen eenzaam zijn of dat ze een moeilijke relatie hebben waardoor ze dichter op elkaar zitten en het wat spannender wordt. Maar ook mensen met jonge kinderen die moeten werken en die werkplekverdeling tussen privé en werk niet helemaal, gaat niet helemaal lekker. Dus mensen die moeten hun structuur weer kunnen hervinden. Er zijn veel mensen die een beetje naar binnen gekeerd zijn in hun sociale bubbel. Minder verbinding hebben. Daardoor ontstaat sociale of emotionele eenzaamheid. En belangrijk is dus om bewuste attentie te hebben voor wat er is in het nu. Nou, en daar waren we gebleven. En dan hadden we gezien dat als je veerkracht wil verhogen, dat je op 3 manieren dat kan doen. En dat je een voorkeurssysteem hebt. Het kan liggen in sociale steun zoeken. Het kan liggen in andere mensen helpen. Het kan ook liggen in jezelf even afzonderen en de natuur in gaan. En altijd slaat er eentje door. Maar deze 3 zijn altijd, in wetenschappelijk onderzoek wordt altijd gezegd van, nou, dit verhoogt je veerkracht, zeg maar. Nou, en wat ik toen concludeerde is dat mensen vaak geen plan hebben, dat het leven erover komt en dat mensen prikkelimpulsgedreven leven. Vaak de omgeving beïnvloedt hun agenda. En veel mensen doen dan aan uitstellen, vermijding, zelfhandicapten, ook een beetje zo dat het verzachten door bijvoorbeeld te gaan Netflixen of te gaan porno kijken of de alcohol te gaan gebruiken. En dus veel mensen rennen letterlijk door het leven en zijn te weinig bewust. En mijn idee is dat je dat anders kan doen door juist voor jezelf te bepalen wie ben je echt in de kern, wat is dan jouw koers, je plan. En heel veel mensen hebben geen plan voor hun leven en ook geen plan voor hun werk. Als je helder zelfinzicht hebt in je kern, dan lukt het je ook om te bedenken, wat is dan hetgeen wat me belemmert en wat moet ik meer, minder, niet meer doen om dat te veranderen. En dan ga je eigenlijk een nieuwe routine voor leven ontwerpen die gedesigned is rondom wie jij werkelijk bent. En dat geeft veel beter effect. En toen zagen we dat deze dingen, de dingen waar, dus je kan een telefoondieet of nieuwsdieet in, leg de telefoon bijvoorbeeld
een uur weg. Verminder de geurprikkels, omdat 75% van je emotie erdoor bepaald worden. Zoek de natuur meer op. Focus minimaal 3 keer per dag bewust wat je gaat doen en of het geënt is aan wat jij belangrijk vindt. En ook je vooruit helpt daarin. Vertraag regelmatig je tempo. Werk vanuit een missieplan. Vermijd ook eens echt digitale dingen en ga weer werkelijk de verbinding met elkaar aan. En doe waar je talent en verbinding naar aanschakelt. Nou, en daar heb ik een plan voor. Ik begeleid een groep challengers die met mij 8 weken lang volledig begeleid in een challenge zit. Met 4 keer een uur webinar exclusief en 4 keer een privé sessie coaching. Ze krijgen een online training aan de hand van het boek Slim. In communities werk ik daar ook mee samen. En dat zorgt ervoor dat ik de deal is dat ik mensen in 8 weken naar hun ambitie, droom help. En dat is super nice om te doen, omdat letterlijk iedereen stappen vooruit aan het maken is. En dat vind ik super gaaf, want daar doe ik het uiteindelijk, doe ik het daarvoor. Als je denkt van, nou, dat vind ik interessant. En daar wil ik ook, dan vul gewoon even een formulier in. Dan weet ik dat je graag mee wilt doen in de volgende sessie. We hebben inmiddels 7 aanmeldingen. Ik heb nog 3 plekjes daarvoor over. En dan gaan we echt van start. En dan wil je dat ook, dan doe mee met de Mastermind Coaching. En laat gewoon even je gegevens achter. Je zit er nog niet aan vast overigens. Ik bel je gewoon even, dus zet je mailadres en je telefoonnummer. En dan voeren we even een gesprek en het kan voor je werken. En soms dan heb je het niet nodig, dan zal ik het ook eerlijk zeggen. Maar het geeft je de gelegenheid in ieder geval om stappen vooruit te zetten. En dat gun ik iedereen. Oké. Dit was mijn boodschap voor vandaag. Dus ik heb nog een heel mooi filmpje daarover. Zodat je lekker de deur uit gaat. Kijk maar eens naar dit filmpje. Dit is een goede pep talk van een serieus goede gast. En ik vond hem zo grappig. Ja, ik moet hem gewoon even met jullie delen. En kijk maar eens even naar deze pep talk van deze jonge kerel. Mee kijken. I think we all need a pep talk. The world needs you to stop being boring. Yeah, you. Boring is easy. Everybody can be boring. But you're gooder than that. Life is not a game, people. Life isn't a cereal either. Well, it is a cereal. And if life is a game, aren't we all on the same team? I mean, really, right? I'm on your team. Be on my team. This is life, people. You got air coming through your nose. You got heartbeat. That means it's time to do something. A poem. Two roads diverged in the woods, and I took the road less traveled. It hurt, man! Really bad. Rocks, thorns, and glass. My pants broke. Wah! Not cool, Robert Frost. But what if there really were 2 paths? I want to be in the one that leads to awesome. It's like that dude Journey said, don't stop believing, unless you dream stupid. Then you should get a better dream. I think that's how it goes. Get a better dream and keep going. Keep going, keep going, and keep going. Will Michael Jordan have quit? Well, he did quit. No, he retired. Yeah, yes, he retired. But before that, in high school, what if he quit when he didn't make the team? He would have never made Space Jam. And I love Space Jam. What will be your Space Jam? What will you create will make the world awesome? Nothing if you keep sitting there. That's why I'm talking to you today. This is your time. This is my time. It's our time. We can make every day better for each other. But if we're all on the same team, let's start acting like it. We got work to do. We can cry about it, or we can dance about it. We were made to be awesome. Let's get out there. I don't know everything. I'm just a kid. But I do know this. It's everybody's duty to give the world a reason to dance. So get to it. You've just been pep talked. Create something that will make the world awesome. Play ball. Play ball. Dat was hij, jongens. Leuk, hè? Toch helemaal geweldig. Oh ja, nog een kleine rewind. Oh, hi, everybody. We're all working hard to make this an awesome year for other people. And you guys are doing it. You've been super encouraging to me, so I want to return the favors.
Hey, now we need some encouragement. Pass this pep talk along and let's get the whole world to dance. I'm dedicating this video today to my friend Gabby. She's a cool kid, she likes pancakes, and she's fighting cancer like a boss. And to all you watching, who encourages you? Send them this video and let them know. So get to it! Bye! Kid President, hè? Dit is toch geniaal, of niet? Hè? Oké, man, fijne dag, ga dansen. Als je iemand wil inspireren, ik kan ook hulp gebruiken bij meer mensen in dit webinar. Dus als je denkt van, hey, ik gun iemand een goede boodschap op vrijdag. Elke vrijdag om 9:00 doe ik dit webinar. Dat doe ik om mensen een positief boost in hun welzijn te geven, een stukje te helpen. En misschien later met ze op te trekken. Maar wees vrij de webinars te delen en spread the word. Ik wens jullie een heel fijne weekend toe en een fijne dag. En ik ga daar lekker fijn genieten van de verjaardag van mijn dochter Sanne. Goedjes. Tot volgende week om 9:00. Weer sharp. Slim webinar. Hoi. Top, let's dance, zegt Michel. Oké, fijne dag. Ga dansen. Fijne dag allemaal. Oké, jongens. En we sluiten gewoon even waar we net gebleven waren met Song for the People. Sluiten we af. En maak een fijne weken van. Even kijken, waar heb ik hem? Where is it? Right here, I see. Nope.